opdracht doen. Ik ben blij dat je toch allemaal gekomen bent, ondanks de wind. Mag ik u voorstellen aan onze nieuwe burgervader, de heer Ronald van Meijgaarden. Hoogheden, excellenties, beste inwoners van Boxtel. Vandaag is de dag dat ik als burgemeester een stapje terug mag zetten. Prins Tijn de Eerste, prinses Carleen de Eerste en Donald de Zesde gaan in plaats van mij op Boxtel letten. Zij voeren de komende dagen een vrolijk beleid. Vol kolder en plezier, zonder gepest en nijd. Bij deze de sleutel en besef u heel goed dat u nu de baas bent en dat vergt best moed. Zorg goed voor ons Boxtel dat nu in de gat heet. Blijf gezond, drink verstandig of met mate, zodat u woensdag weet wat u deed. Prins Tijn de Eerste. Hallo Donteentjes. Wat zien jullie er allemaal prachtig uit. En wat leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Wij willen nu de jaaronderscheiding geven aan de burgemeester. Aan Donald de Zesde. Uiteraard nadat hij de sleutel overhandigd heeft gekregen. Dank u wel, burgemeester. Of eigenlijk burgemeester af inmiddels. Waggelaars, waggelarinnen, waggelvolle donzintjes. Nou is het officieel. Het dorp in de gat is van ons. Ze zijn heel druk bezig, het is ook van hun. Dat komt toch goed? Symbolisch geef ik alvast even de sokjaal aan de burgemeester af. Zodat hij zelf hier ook in ons in de kooi rond kan lopen. Dus dat is alvast heel fijn. Maar er is ook een heel officieel moment nog waar een oorkonde bij hoort. Het erekruis in goud voor de burgemeester af. En dan is nu het woord aan prinses Carleen de Eerste. Alsjeblieft. Wij hebben echt super veel zin in carnaval. Jullie ook? Ik hoor jullie niet. Let's go party!
dus handdoekjes aan. Ja, dat dacht ik al. Ja? Hallo! Dank